Op zaterdag 27 januari lanceerde Trots op Tiel op feestelijke wijze haar website en cultuurgebouw Zinder in Tiel. Op het programma stond onder andere muziek door leerlingen van Zinder Educatie, interviews met initiatiefnemers van succesvolle projecten, een mini-lezing door communitybuilder Helene van Praag en de onthulling van de website. Wij zijn het een beetje zat dat op een gegeven moment vaak mensen negatief zijn of zeggen de gemeente zou dit moeten doen of in Tiel kan nooit wat. Ik denk dat in Tiel heel veel kan en dat is de start eigenlijk van dit initiatief. Bij het Oosthonk is het al gedaan. En er liggen nu een aantal andere ideeën en we hopen er nog veel meer bij te krijgen waar in de loop van de komende jaren van alles aan kan gebeuren en zou moeten gebeuren. En dat we dan dus eindelijk eens afraken van dat gedoe van alles negatief benaderen. Dat mensen dan positief aankijken tegen deze op zich heel mooie stad.